1 plus 1. 1. Welkom bij deze nieuwe video van Nightshatter hier in Denderleeuw. Jullie waren niet normaal. Jullie zijn eerlijk gewonnen, daarom kom ik naar jullie school klaar. Dan maak jullie kans op 20 euro. Dus, heb je me nog niet getagd in je story? Wat doe je dan? Wat is het gaan doen? Dus, deel massaal. En dan kom ik wel misschien de volgende keer naar jullie school. Geniet gewoon van deze video. Let's fucking go. Stel je even voor in 2 woorden. Ik ben Elsie en... Ja, ik weet niet. Ik heb niet echt veel te vertellen. Oké, maar waar zijn die 2 woorden? Ik ben Elsie en twee woorden. Twee woorden! Oké, okay, wacht, ik ben Elsie en twee woorden! Oké, okay, wacht. Ik ben Elsie en twee woorden! Oké, oké, oké. Slapen en eten. Voilà. Twee woorden! Twee woorden toch? Zijn er geen twee woorden? Slapen en eten. Slapen en eten. Oké, dank u. Stel je even voor in 2 woorden. Leuk en grappig. Voilà! No! Dit is niet correct. Oké, grappig en zelfverzekerd. Allee! Uw grootste talent, wat is dat? Voetbal sowieso. Voetbal, je zet die balie man. Ja, ja, ja. Oké, dit is die balie man. Maar, welke speler is de beste voor u? Ronaldo. Ronaldo, bij welke ploeg speelt hij? Juventus. Welk land ligt dat? Italië, Italië, Italië. Oké, okay. Maar, wat is de hoofdstad van Italië? Milan. What? Oh! No! Dat is toch Milan? What? Milan. Dat was toch een intro, hè? Oké. Okay. Waar woont Justin Bieber? In Londen of Amerika toch? Amerika. Oké, okay, in Amerika. Maar waar is de hoofdstad van Amerika? Londen. Londen. Voilà! Ja! Olé! Ja! Wat is uw talent? Slapen. Waar is de hoofdstad van Amerika? Van de Verenigde Staten? New York. New York. Voilà. Ja. Voilà, c'est ça. Ja. Voilà, c'est ça. Wat is uw talent? Voetbal. Oh, je zit die balie, man. Ja, sowieso. Oké, de beste speler ter wereld is? Messi. Messi. Welke ploeg speelt hij? Barcelona. Oké, dus de hoofdstad van Spanje is? Madrid. Oké, maar hoe noemen wij iemand van Spanje? Spanjaard. Kijk, wat is uw talent? Ik doe graag gymnastiek en al. En, Dus je kunt zo ratslagen en zo? Ja, ik kan dat. Ja. Wie volgt je op Instagram met de meeste volgers? Ik denk Ariana Grande. Ariana Grande, oké, mooi, mooi, mooi. Maar waar woont hij ongeveer? Ik denk in Los Angeles of zo. Dus, in welk land? In Amerika. Welk land? Amerika. Amerika is een continent. Londen. Wat is de hoofdstad van Spanje? Madrid. Oké. Okay. Hoe noemt je iemand van Spanje? Een Spanjees. Wat? Een inwoner van Spanje? Een Spanjaard. Oké, okay. Peter. Het vriespunt van water is? Het wat? Vriespunt van water. Dat is. Maar het vriespunt van water? Het wat? Wat is het vriespunt van water? Wat is vriespunt? Wat vriespunt van water? Min 10 of zo. Min 10 is het vriespunt van water. Ja. 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 Wat is het vriespunt van water? Nee, gast, als maar... je dat niet weet. Gast, nee. Als je dat niet weet. Zo. Wacht. Min 10. Min 10. Oh ja. Ja, ja! Ik ben juist! Yes, yes, dank u! Nee! Wat is dat, Nutin? Nee, wat? Maar min... Hoe kom je daarop? Min 10 was zo... Maar wanneer min 10 gaat, is zo snel te toch? No! Het vriespunt van water is...
Vriespunt. Vriespunt? Min 2. Min 2. Oké. Okay. Ja. Nee. Min 2. Min 2, oké. Okay. Maakt niet uit. Het vriespunt van water is... Ja, kun je niet genoeg raden. Het vriespunt van water is... De winter. De winter. De winter. Het vriespunt is... IJs. Ja. Het vriespunt van water is de winter. IJs. Wat nog? Water. Okay. IJs, gemaakt van water. Dus? Water. Het vriespunt. Wanneer wordt het IJs? Maar wanneer het koud is. Kijk, het vriespunt van water is... Min 5. Min 48. Min 48 graden. Dus, het vriespunt van water is... Min 48 graden. Wat? Boy, that escalated quickly. Wat is het vriespunt van water? Min 10 graden. Min 10 graden. Nee, dat is wat. De achtste maand van het jaar is... April. Juli. Nee! Augustus. Oké. Gaat die goed pakken. De achtste maand van het jaar is... April. April! Oh nee! Ik heb zo lang nagedacht. Wat? De achtste maand van het jaar is? Juni. No! Wat? No! Achtste maand van het jaar? September. No! Allee, wat? Juli. Nee! Drie keer op rij! De achtste maand van het jaar is? Woede. Augustus. Augustus, oké. De achtste maand van het jaar is? Juli. No! Allee! Achtste maand van het jaar is? Oktober. Oktober! No! Allee! Augustus. Oké. De achtste maand van het jaar is? Juli? No! De achtste maand van het jaar is? Wat? Oké. Hoe noemen wij iemand van Finland? Een Finaan, Finner, Finman, weet ik niet. Een Finaan. Hoe komt je op elke Finaan? Ik weet niet, zo de meeste Amerikaan, Finaan, snap je? Oh, goeie logica, goeie logica. Goeie logica. Maar, iemand van Nederland? Nederlander. En, hoe noemen wij dan iemand van Finland? Een... Oké, die is toch wat. Fineen. Wat? Fineen. Een Fineen. Wat? Een Fineen? Ja. Een Fineen. Een Fineen. Een Fineen. Een Finner. Een Finner. Een Finner. Een fout. Ja! Oké, maar iemand van Finland. Een fan, man. Ja! No! 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 Allee! Iemand van Finland? Een Finlandees. Finlandees. Een wat? Nee. Ik weet dat niet. Niet zo! Iemand van Finland noemen wij een... Finlander. Nee, dat is... Een Fin... Een Finsman. Nee, ik weet niet. Een Finsman. Je luistert naar een vriendin. Maar nee. Maar van Finland is een... Finlander.
Geen Finlander, daar heeft je vriendin al gezegd. Een Fin? Ik weet het. Een Finees. Een Finees? Een Finees? Iemand van België is een... Belg. Oké, okay, iemand van Nederland is een... Nederlander. Iemand van de Verenigde Staten is een... American. Amerikaan. Amerikaan, ja, ja, ja. Maar iemand van Finland is een... Fin. Ik ben niet dom. Zie mijn dingen. Oké. Ik zo goeie... Waar, nigga? Maar iemand van Finland? Een Finlander? Oh, nee. Allee. Oh, wat? Een Finlander, Finlandier, Finnier, Finjaard? Finjaard? Oké. Maar iemand van Finland? Een Finlander. Oh, wat? Een Finlandees. Wat? Een Finlandees. Wat? Wat? Een Finlandees. Een Finlandees. Nee! Een Finlander. Een Fin. Oké, beter. Een Fin. Oh. Hoe noemen wij iemand van Finland? Een Fin. Oké. Ja, ja. 1 plus 1. 1. Wat? No! No! Allee! Elke video opnieuw en opnieuw! Allee! Mensen vragen, Younes, wanneer gaat jij nu eens die vraag veranderen? Wanneer moet ik die veranderen? Wanneer gaat die veranderen? Wanneer iedereen die juist heeft. Als jij groen en rood mengt, als verf, welke kleur krijg jij? Paars, denk ik. Paars. Denk jij paars? Ja. Ja? Ja. Echt paars? Paars, paars. Maar dat is volledig fout! Ik weet het niet. Ja, dan weet ik dat je het niet weet. Ik denk oranje. Oranje? Ik oranje. Oh, no. Groen en rood, welke kleur krijg je dan? Shut up, ik zweer je. Paars. No. Maar ik vraag mijn naam, ik ben hier toch aan het gemeten. Nee. Ja, lach nou. I'm in danger. Je hebt rode verf, je hebt groene verf. Als je die twee mengt, welke kleur krijg je? Welke kleur krijg je? Hoezo? Geel. Prima. Wat? Allee. Je pakt rode verf en je pakt groene verf. Welke kleur krijg je dan als je die twee mengt? Dat wordt een kakakleur of zo, denk ik. Wat kleur? Een kakakleur. Een kakakleur. Bruin of zo. Rode verf en je hebt groene verf. Jij mengt die bij elkaar. Welke kleur krijg je? Dat is paars, denk ik. Paars. Voilà. Voilà. No, niet voilà. Dat is niet paars. Groen en rood. Welke kleur krijg je dan? Oranje. Oranje. Wat? Ja? Ja? Nee. Allee. Maar pas. Wow. Wat is de vraag? Wat is de vraag? Groen en rood. Groen en rood. Voor pas. Oranje. Jij mengt groen en rood, die twee kleuren. Welke kleur krijg je dan? Mag ik even nadenken? Groen en rood. Maar dat kan toch niet, want ik weet, blauw en rood, dat is paars. Wacht, stop. Dat kan wel. Stel je voor, jij mengt gewoon groen en rood. Wat krijg je? Paars is het dan niet. Geel ook niet. Nee, wat? Nee, groen en blauw. Groen en rood. Ah, groen en... Huh? Maar dat... Nee. Dat kan wel. Maar... Dat kan niet. Waarom kan dat niet? Maar ik heb dat niet gelegd bij PO of zo. Dus maar... je kunt niet de verf rood pakken en de verf groen en dan samenmengen. Wat gebeurt er als jij rood en groen mengt? Welke kleur krijg jij? Bruin. Wat de? Bruin. Oranje. Oranje. Dus als jij rood en groen krijgt, dan krijg jij... Oranje. Oranje. Oh, ik wist dat niet. Dat is toch oranje? No! Wat oranje? Dat is bruin. Dat is bruin? Ik zweer dat is bruin. Si.
Zie, zie. Mama, ik hou van jou. En nog naar mijn persoon. Ik ben het even met een P-N-R-I-X-L-I-L-L-A-streepje. Het is goed. Wat? Ik zou, want ik zou het beter